Hallo allemaal, welkom bij deze video waarin ik je ga laten zien hoe je glas in lood schilderijtjes kan maken. We gebruiken geen echt lood en geen echt, ja wel glas, maar je hebt nodig relief paint van Amsterdam. Daarmee trekken we de lijntjes. Je hebt nodig glasverf in een paar kleurtjes. Je hebt nodig een fotolijstje bijvoorbeeld, maar het kan ook eenvoudig op een sheet. Dit bijvoorbeeld van Craft Emotions, A4 formaat. Dan kun je mooi op maat snijden en die gebruiken. Vandaag werk ik dus met een fotolijstje. Ik heb al een patroontje uitgezocht. Het fotolijstje wat ik hier gebruik, die heeft van die clipjes. Die kan ik zo aan de kant schuiven. En dan kan ik het glasplaatje eruit halen. Het glasplaatje moet ik nog schoonmaken met alcohol of met spiritus. Je hebt ook andere lijstjes met van die clipjes. Daar kan je eenvoudig de clipjes opzij buigen. Eventueel straks korter knippen, zodat je de glasplaten weer in kan maken zonder dat je straks die clipjes weer ziet. Nou, we beginnen vandaag met stap 1. En dat is eerst het schoonmaken van de glasplaat en daarna het tekenen van de lijntjes. Die lijntjes moeten straks nog drogen en dat duurt een poosje. Dus pas daarna kunnen we verder met stap 2 en dat is het invullen van al die vlakjes die we maken met glasverf. Ik leg vast het patroontje onder mijn glasplaatje. En dat plak ik even vast met wat tape, zodat het niet meer verschuift. Ik leg het ook vast op mijn ondergrond. Dan gebeurt er ook niks meer mee. Zo, dan zijn we klaar om te beginnen. Deze relief paint heb ik al een paar keer gebruikt, dus het tubetje is al wat kleiner geworden. Waar je op moet letten, is dat je echt dat puntje gebruikt. Wat er soms gebeurt, is dat je dit eraf draait. En dan heb je alleen een tubetje zonder puntje. Dus zorg dat dit goed vast zit, dat je alleen dit gebruikt. Als we nou lijnen gaan tekenen, is het makkelijkste als je een lijn volgt die in de richting gaat waarin je makkelijk kan tekenen. Voor mij is dat deze richting. Als ik probeer zo te gaan, is het alweer wat lastiger. Ik heb de tube vast met duim en wijsvinger en nog een. Ik steun ook nog op mijn middelvinger. Eigenlijk steun ik straks op mijn pink om te sturen en om richting aan te geven. Oké, probeer zoveel mogelijk in het midden te beginnen, zodat je naar het buiten toe kan werken. Nou, je kunt beginnen op een hoekpuntje. En zorg dat je alle lijntjes goed volgt en dat je probeert zoveel mogelijk gelijkmatige druk uit te oefenen. De lijntjes die we nou tekenen, die vormen straks een soort dammetjes waarbinnen we de glasverf kunnen laten vloeien. Dus zorg dat ze elkaar overal raken. Kijk, nou wordt het al wat lastiger. En dan ga ik over mijn verf heen. Zie je dat? Dan krijg ik niet zo'n mooie lijn. Dan ga ik eventjes nog een keer overheen. Steeds je werk draaien, zodat je zo makkelijk mogelijk kan tekenen. Zo. Als je foutjes maakt, is dat helemaal niet erg. Het beste kun je dan de relief paint op laten drogen. En als het dan droog is, kun je het makkelijk wegkrabben. Als je nou geen geduld hebt en je wil gelijk verder, dan kun je het ook wegvegen met een tissue. Maar dat geeft vaak wel een rommeltje.
Hier steun ik gewoon op mijn pols zonder mijn pink te gebruiken. Het zijn dingen die ik dan automatisch doe. Zo, we hebben al heel wat lijntjes staan. Even kijken hoe ik deze het makkelijkste kan doen. Eigenlijk steun ik ook met de punt van het tubetje op de glasplaat. Dus ik werk niet vanuit de lucht. Hier zit nog een lijntje. Even kijken, deze kan ik het makkelijkste vanaf hier doen. In het begin is het lastig om rechte lijnen te tekenen. Dus kies voor een patroontje met wat kromme lijntjes. En waarbij het niet zoveel uitmaakt als je niet helemaal de lijn kan volgen. En je kan natuurlijk ook altijd eerst even oefenen op een zijstukje of op een sheet. Even kijken, nou wordt het wat priegeliger. Ja, dan kom ik hier nou bij. Zorg dat de lijnen elkaar overal raken. Zodat je die dammetjes dicht hebt. En dan kan je heel makkelijk straks de verf erin laten vloeien. Nou, we gaan nog even controleren of we niks gemist hebben. Of overal alle raakpuntjes aan elkaar gesloten zijn. Volgens mij heb ik dat wel netjes gedaan. Het oogje, moeten we ook niet vergeten. Dat ringetje eromheen wordt een beetje lastig. Dat ga ik straks wel met verf doen. Maar deze is nog wel leuk om even met relief paint te doen. Nou, als je klaar bent, veeg je tubetje goed af met een tissue. Draai het dopje erop. En dan moeten we een paar uurtjes wachten totdat dit droog is. We gaan verder met stap 2. Ik heb de verf klaarstaan, glasverf. Ik heb een penseeltje, nummer 4. Je kan ook 5 of 6 gebruiken als je maar een mooi puntje eraan hebt zitten. Of je gebruikt een dikkere penseel met een klein puntje dus. Ik heb roerstaafjes om de verf door te roeren. Ik heb een glazen potje met terpentine. Nou, papegaai kun je natuurlijk in allerlei kleuren maken. Ik heb het even opgezocht op internet. Je hebt ze in blauw, je hebt ze in het rood en allerlei combinaties. Dus ik ga met rood beginnen. Ik maak het potje open. En dat zit best wel vast. Nog zo'n dingetje op, dat moet er ook nog af. En die ga ik even omroeren. Kijk, ja, ik ga deze kant gebruiken. Even goed omroeren. Eigenlijk moet je dit natuurlijk niet boven je werk doen, want als je knoeit, dan zit het gelijk op je werkstuk. Nou, eventjes een beetje afstrijken. Dit roerstokje leg ik op mijn mengpalet. En daar kan ik straks mooie kleurtjes mee gaan mengen. Ik zet mijn verf, andere verfjes even aan de kant. Nou, ik doop het penseeltje natuurlijk niet helemaal, maar gedeeltelijk in de verf, alleen het harige gedeelte. En dan begin ik met het inkleuren van het hoofdje van de papegaai. Het geeft niet als je iets tegen de randjes aankomt. Je hebt echt mooie dammetjes gemaakt. Ik doop elke keer eventjes in de verf. Zorg dat je alle randjes meepakt, dus ook vanaf de andere kant. Normaal gesproken zou ik dit draaien, zodat ik er makkelijker bij kan. Kijk, hier hebben we een beetje een priegelwerkje. Ook
hier de verf mooi in laten vloeien. Nou breng ik dit heel erg dekkend aan. Dus de verf is lekker dik. Mooi tegen de randjes aanwerken. Nou, deze laat ik even zo. Dan dit stukje ga ik ook nog... Nee, deze ga ik groen maken. Dus dit laat ik nog even open. Hier wordt het blauw, dus daar kom ik ook niet aan. Maar de borst van de papegaai wordt wel rood. Dus daar ga ik mee verder. Ik doop heel even mijn penseel een klein beetje in de terpentine. En dan kan je zien wat er gebeurt als ik dat doe. Kijk, dan krijg je dus een transparant vlakje. Vind ik ook wel leuk. Als je daar dan nog weer een beetje verf in druppelt langs de rand, krijg je een beetje een licht donker effect. Sowieso elke keer als je even je penseel in de verf dipt, en in de terpentine, dan vloeit het wat mooier. Nou, ik denk dat ik dit zo even laat. Ik denk dat dit ook nog een stukje rood wordt. Even weer dippen. Puntje van het penseel, zodat het mooi gaat vloeien. Zo. Ik heb natuurlijk ook tissue weer klaar liggen, zodat ik dit af kan vegen. Dus voordat je je penseel omspoelt om naar een andere kleur te gaan, veeg je eerst de overbodige verf eraf. Dan wordt je terpentine niet zo heel erg vies. Het mooiste is altijd om met de lichtste kleur te beginnen. In dit geval hebben we eigenlijk niet echt lichte kleuren. Nou, als je het potje niet gebruikt, dekseltje er even op. We gaan verder met groen. Ook deze roer ik even om. Zich, dit is hele nieuwe verf, dus het omroeren is nog niet zo heel erg belangrijk. Maar je zal merken als je verf wat ouder wordt, dat het er dan misschien wat anders uitziet. Okay, dit stokje ook weer in een apart plekje op mijn bord. Oké, ik had gezegd dat ik dit groen ging maken. Dus ik dip in de groene verf. En... Oh, mijn dekseltje ligt in de weg. Oh, hij is niet helemaal scherp, zie ik. Het komt omdat hij focust. Ik zet hem heel even stop. Zo, ik moest even het beeld stopzetten, want het werd niet heel duidelijk. En ook nu heeft hij moeite om te focussen. Het wel mooi als dit een beetje transparant wordt. Zorg dat je goed langs de lijntjes heen gaat. Dan zie je dat straks als kleine witte randjes. Nogmaals, het is vaak makkelijker om even je werk te draaien. Kijk, je kan ook nog wat verf manipuleren, zodat het wat naar één kant toe gaat. Dat je de randjes wat donkerder maakt, bijvoorbeeld. Als je nog weer een klein beetje terpentine gebruikt, gaat dat wat mooier vloeien. En zo kun je de verf dus een klein beetje manipuleren waar jij het heen wil hebben. Vaak als je de randjes wat donkerder maakt, dan krijg je een mooi schaduweffect. Even kijken, in de staartveren vind ik het ook wel leuk als er nog wat groen terugkomt. Dan doe ik dat in dit vakje. Klein beetje verf.
Dat wordt blauw, dus dan is het wel leuk als dit nog groen wordt. Deze dan maar. Klein beetje terpentine. Kijk, hier moet ik straks oppassen, want dit gaat waarschijnlijk over het randje heen vloeien. Maar dat geeft niet, want er zit blauw, dus dit gaat vast wel mooi mengen. Ik twijfel nu dat dit vakje eigenlijk ook nog rood had gemoeten. Maar dat kan ik nog doen met dat restje verf wat ik op mijn paletje heb liggen. We gaan eerst deze kleur er weer even afhalen. Dan even schoonspoelen in de terpentine. En nog even droog maken. Zo, en dan kan ik nog even met het rood wat ik nog op mijn paletje heb liggen. Kan ik hier dit vlakje nog wel even doen. Hier ga ik iets over de lijntjes heen per ongeluk, maar dat geeft niet. Goed zo. We zijn toe aan blauw. Het groene potje gaat weer even dicht. Zo blijft je verf zo lang mogelijk goed. Blauw. Oranje ga ik denk ik helemaal niet gebruiken in deze serie. Blauw doorroeren. Verf is mooi vloeibaar. Ik leg het weer in een vakje neer. Even kijken. Ja, blauw. Dit vakje wil ik blauw. Maar ik wil het eigenlijk niet zo heel donkerblauw. Dus ik ga gelijk wat terpentine toevoegen. Duw het mooi in de hoekjes. Het volgende stukje doe ik met terpentine. Nou, voor mijn gevoel zijn dit toch eigenlijk wel staartveren. Dus ik ga ze straks toch wel even, denk ik, met blauw doen of met groen. Maar misschien ook wel niet. Heel mooi transparant. En een randje wit. En dat ga ik ook doen met dit vakje. Deze worden ook nog blauw. Het heeft een beetje een Bob Ross effect. Dat was zo'n schilder uit de jaren 80. Je kan het allemaal zelf bedenken. Je bedenkt ter plekke, oh, wordt dit blauw, dan wordt het blauw.
als je het nou nog leuk vindt om wat kleurverloop te doen, dat kan natuurlijk ook. Mijn penseeltje is nu gevuld met blauw. Kijk, als ik hier nou een klein beetje blauw in doe. Krijg ik daar ook nog weer wat extra schaduw. Nou moet ik natuurlijk niet mijn penseel in de verfpot dopen. Oké. Nou, de pootjes en de snavelgedeelte, die wil ik graag donker hebben. Dan ga ik eens een keertje mengen. Ik heb dus een paar kleurtjes hier op mijn palet. Blauw is daarvan de donkerste, die geeft de donkerste kleur. Als ik rood en blauw ga mengen, gaan we eens even kijken wat er gebeurt. Dus bij het blauw doe ik nou een klein beetje rood. Ik wil een zo donker mogelijke kleur. Voor de snavel. Nou, dit wordt dan een beetje paars. Rood en blauw geeft paars. Als ik er nou ook nog een beetje groen bij doe, krijg ik een nog donkerder tint. Als je heel veel kleuren door elkaar doet, wordt het vaak een soort bruin tint. Nou, laten we eens kijken wat dit doet. Even mijn bordje aan de kant, zodat ik kan steunen. Kijk, dit wordt wel een mooi donker kleurtje. Het is nog wel behoorlijk blauw-paars. Dit zet ik lekker dekkend op, dat het mooi donker wordt. Een stukje tussen de snavel doe ik maar niet. Dat was eigenlijk ook nog rood, denk ik. Maar ik ga eerst het pootje doen. Stel dat je nou hier ook nog wat schaduw zou willen, dat je dit ook nog wat donkerder zou willen maken bijvoorbeeld, dan kan je dat dus nou ook doen door het penseeltje waar ik dus nu een donker kleurtje aan heb zitten, heel eventjes in de terpentine, bijvoorbeeld hier een drupje in doen. Hij gaat helaas wel over het lijntje heen. Hier een drupje bijvoorbeeld. Nou, dan gaan we maar over het lijntje heen. Misschien hier nog een tipje. Dit kun je eigenlijk alleen maar doen als de verf nog lekker nat is, zodat het nog gaat vloeien. Ik maak mijn penseeltje even schoon, want ik wou toch nog een beetje rood. En er zit nog wat kleur in mijn penseel, maar dat geeft niet. Dus dan krijgen we hier een wat paarsige rood. Nog eventjes een beetje laten vloeien hier. En hier. En hier. Zo. Maar nu het oogje. Nou, misschien ga ik toch die oranje maar even gebruiken, want dat vind ik toch wel grappig. Of ik doe nog eventjes heel, heel licht het gezichtje inkleuren. Heel veel terpentine. Nou, hier zie je vrijwel niks van. Wat je ook kan doen is natuurlijk straks dat lijntje wat je nog ziet
van de ondergrondtekening, dat je dat straks met stift doet. Dat kan natuurlijk ook. Nou, dit staat nog wel aan. Ik breng een klein beetje schaduw aan onder het oogje. Kijken of dat werkt. Misschien wel niet. We gaan natuurlijk wel vloeien nou. Dan heeft hij een blauw oog. Nou, nog even alles controleren. Alle lijntjes mooi aangesloten zijn. Wat je ook nog kan proberen, te veel aan verf hier waar ik over het lijntje ben gegaan, kan je nog proberen weg te halen. Met de punt van het penseel. Maar dat is wel een priegelwerkje. Nou, laat hem weer drogen. Nou, en dit is dan het eindresultaat van het geschilderde papegaaitje. Ik heb aan de binnenkant hier lijm gedaan. En daar heb ik het glasplaatje mee vastgelijmd. Want het oorspronkelijke lijstje kan je dan... Ja, kan je wel weer in elkaar zetten, maar dan moet je een wit velletje papier erachter doen. En dan lukt het ook wel weer. En dan kun je het als schilderijtje gebruiken. Maar ik vind het wel leuk om, om echt een doorkijk te hebben. Je hebt ook lijstjes waar al een kettingtje aan zit. Die heb ik bij de Xenos gekocht. Nou, deze combinatie is ook heel leuk geworden. En het andere patroontje van de Kolibri. Ook in zo'n lijstje. Eigenlijk zat hier ook nog wat achter. Ook deze heb ik vastgelijmd. Met alleslijm. Nou, mocht je nou zelf een kettingtje vast willen maken. Dat wil het beste bij houten lijstjes. Dan kun je zo'n draadoogje erin draaien. Op deze manier. Eerst een gaatje boren. Bij deze zou ik, als ik die op zou willen hangen, zou ik hier ook gewoon een gaatje boren met een metaalboordje. En dan een draadje er doorheen halen. Maar bij houten lijstjes werkt dit heel mooi. Bedankt voor het kijken.